staan hier voor het Atlasgebouw van de Technische Universiteit Eindhoven. Het gebouw is uit 1963, is nu volledig gerenoveerd en bevat 44.000 vierkante meter BVO. De functies in Atlas zijn twee faculteiten en bovenin zitten de ondersteunende diensten van de TW. In het gebouw zitten nu twee keer zoveel mensen als voorheen en toch is de CO2-uitstoot 80% lager als in de oude situatie. Atlas is het meest duurzame onderwijsgebouw ter wereld als we het hebben over de BREEAM scores. Atlas heeft een BREEAM score van 96,01 en dat is heel erg hoog en is daarmee ook een outstanding gebouw. De driedubbele beglazing en de binnenzonwering zorgen voor een beter comfort. De 80% CO2-reductie is met name bereikt door het gebouw gasloos te maken en gebruik te maken van de warmte-koudeopslagsysteem van de TU Eindhoven. De ramen kunnen op twee manieren opengezet worden. 13 centimeter in de dagsituatie en in de nachtsituatie zelfs op 24 centimeter. En dan kunnen we gebruik maken van nachtspoeling. Met nachtspoeling gaan we ervoor zorgen dat de buitentemperatuur ook de binnentemperatuur wordt. Dus we willen eigenlijk met de buitentemperatuur de binnentemperatuur gaan regelen. En op dat moment kunnen we ook de laagste CO2-waarde binnenhalen en hebben we een fris gebouw voor de ochtend. Het uitgangspunt van Atlas was de mens centraal. Je kunt dus zelf alles bedienen, zowel de verlichting, de ramen, de zonwering. Maar er zijn ook momenten dat het automatisch wordt overgenomen. Atlas is een voorbeeldgebouw voor andere oude gebouwen binnen Nederland. Je kunt toch zien dat je met zo'n gebouw een heel mooi nieuw gebouw kunt maken, wat in de tijd van nu nog heel lang mee kan.